Dit is Alfred, zeg maar Fred. Een uit de kluiten gewassen Duitse eend. En waar zijn baasje gaat, daar gaat Fred. Kom hier, schat. Als ik nou links ga, gaat hij ook. Ga ik naar die kant. Gaat hij ook naar die kant. Het was liefde op het eerste gezicht tussen Patty en Fred. De vonk tussen de twee sloeg over in de dierenwinkel. En het enige wat hij deed was piep, piep, piep. Ja, ik vond hem zo lief. Ik denk, die wil ik gewoon echt mee naar huis nemen. Patty en Fred waggelen samen heel wat af. En dat blijft niet onopgemerkt in de wijk. En mensen die kijken me echt aan van, dat meisje is niet helemaal lekker. Die loopt gewoon met een eend in plaats van met een hond. Ze stoppen ook met de auto. Van, ziet het nou goed? Loopt hij dan met een eend? Sinds kort heeft Fred zijn eigen privéaccommodatie in de tuin van Patty. Oh, ben jij mooi. Want van zwemmen tussen zijn soortgenoten moet Fred niks hebben. Dat is familie van jou. Ik denk dat het toch een ander soort eend is als de normale eenden. Omdat hij toch door de mens is grootgebracht. Volgende week krijgt Fred van Patty een nieuw vriendje. Gelukkig is Fred dan niet langer de enige vreemde eend in de bijt. Spetten, spetten, spaten, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later.